Zo, een hele goede morgen. Ik zit al in de auto. Het is zaterdag. Het is, nou, de hoeveelste weet ik even niet. Normaal kijk ik dat op computer, maar nu kan ik het even niet zien. Ik ben onderweg, of ik ga onderweg. Ik sta nu nog op het parkeerterrein. Ik ga vandaag naar Ouwrand Dierenpark Irene samen met Suzanne. Daar heb ik heel veel zin in. Suzanne had kaartjes gewonnen en heeft gevraagd of ik met haar mee wilde. Natuurlijk wil ik dat. Dus het is nu 8 uur. Ik ben een beetje vroeg. Maar ik wil eigenlijk nog eventjes tussendoor uitstappen bij de fietsenmaker om mijn banden te laten oppompen. Dus dat komt dan eigenlijk wel goed uit. Hij gaat pas om 10 uur open hoor. Maar het is nog best een eentje rijden voor mij. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Dus ik zie jullie in Rhenen. Volgens mij nog niet eens gezegd welkom bij de weekendvlog, want ik heb gisteren helemaal niet gevlogd. Wat stom. Nou, goedemorgen, welkom bij een nieuwe weekendvlog. Het is zaterdag. Nou, ik ben aangekomen op de plaats van bestemming en nou op naar Suus. Kijken waar ze is en of we haar kunnen vinden. Ik zie er nog niet. Oh, we zijn bij Ouwehands Dierenpark trouwens. Ik weet niet of ik dat net al verteld had. Geloof het niet. Maar ik zie nog geen Suus, dus ik ga hem even appen. Toch nog gevonden. Haha, daar is ze. Hallo! Hoe is het nou? Ja, goed. Goed zo. Hey. Nou, we zijn binnen en na wat vogels is dit... Het eerste wat we zien. Ik moet helaas even door het hek heen filmen, want ik ben niet groot genoeg. De giraf en wat zebra's en hele rare vogels. En zebra's. Wat zijn dat voor vogels, weet jij dat? Het maakt een piep-piep-piep geluid. Nee. Nou, vogel. Ja, ze zien er heel bijzonder uit. Pumba is er ook en Pumba heeft jongen. Rattenzwijntjes, denk ik dat het heette. Ja, dat denk ik ook. Maar ik vind Pumba leuker. Wij zijn Pumba. En daar zijn Pumba's kinderen. Dat is grote Pumba. Ah, zo schattig. Oh, ze zijn wel heel erg leuk, zeg. Maar zo is het niet zo leuk. Nee, we willen al die beesten er even op, hè? Ja. Ik ga gewoon iemand even vragen. We zijn bij het pandaverblijf aangekomen. Het ziet er zo tof uit. En daar ligt Gwen. Hij ligt een klein beetje incognito te wezen. Dus we gaan even kijken of we dadelijk daar kunnen staan. Hé, kijk, daar ligt hij. Maar hij ligt hier in zijn eentje. In dit hele grote verblijf. Ja, hij kan ook naar buiten. Oh ja, daar kan hij naar buiten. Dat is een buitenverblijf. Hij doet maar vindt er wel heel mooi uitzien, ja. Hij is echt zo zwart-wit. Ja, maar het verblijf vind ik er ook echt mooi uitzien. Ja, prachtig. Het is wel heel tof gemaakt. En daar zit ook nog een gat. Daar kan hij ook nog heen. Daar zo, in het hoekje. Ja, inderdaad beter uitzicht. Kijk, dit is hem. Maar toch had ik hem op de een of andere manier groter verwacht. Nou, ik denk als hij voor je staat, dat je nog een blokje omgaat. Jawel, dat wel, maar... Ik had het idee dat die dingen veel groter zijn. Maar ja, hij ligt precies met zijn kop de andere kant op. Dus dit meneer panda. De andere was mevrouw panda. En ook deze ligt prins heerlijk te slapen. En heeft ook echt een onwijs mooi verblijf. En vergeleken bij die andere is dit niks. Maar dit is ook een panda. Oh, die hangt er lekker in de boom te hangen. Chillen, lekker man. En op de grond lopen nog een soort van geitjes, maar die kan... Oh, daar. Hertjes, wat zijn het? Die
loopt daar. Heel grappig dorpje gemaakt hier. Daarom te was buiten. En daar kun je lekker poffertjes kopen, maar dat gaan we niet doen. We hebben eten bij. En daar ga je het berenbos in. Dus dan gaan we er maar even kijken. En daar loopt Suus. Oh, daar duidelijk zit er nog in het berenbos gearriveerd. Zal ik je camera even iets optillen? Oh, daar! Ja, daar komt die. Er ligt eten. Bloemkool eten ze vandaag. Oh, lekker. Dat is mijn lievelingsgroente. Ja, en lust ik ook graag. Ze hebben gelijk. Lekker te smikkelen. Zo, we zijn twinning. Ik heb Suus ook haar shirt gegeven. Ja, hij zit lekker zacht. Ja, het is echt een lekker stofje ook. Ja. Dus we hebben hem samen aan. Ja, nu zijn wij beide avocado's. Ja, precies. En we hebben net even lekker onze lunchbokjes gegeten. En nu gaan we naar de olifanten, geloof ik, toch? Ja, we moeten even kijken wat handig is. Jij hebt ergens een kaart. Oh ja, ik zit al de hele tijd op een plattegrond. Laten we even kijken waar we heen gaan. Oh, wacht, kijk. Doen we het even zo? Kunnen we even meekijken op de plattegrond? Dit hebben we net gedaan, door het berenbos zo. En we zitten nu hier, denk ik. Huh? Ja, ik heb het oriëntatievermogen van een ui, dus ik laat het graag aan jou over. Ja, wij zitten nu hier. We zijn hier langs gelopen. Dus we gaan de goede kant op. Dus okay. Het zit al mooi op. We gaan hier zo langs, zo daar langs. En dan komen we weer zo en zo. En dan kunnen we nog zo. En dan zo zijn we er alweer. Nou, ik ben benieuwd. Nou, we hebben een mooie wandeling. Ik hoop alleen wel dat het weer goed blijft. Want we hebben beide onze jassen in de auto laten liggen. Maar goed, komt vast goed, want het is nog steeds warm. Ja. Is dat die slagtand die we net ergens zagen liggen? Nou, dat denk ik niet. Nee, hè? Oh, het is wel sneu. Hij is er inderdaad eentje kwijt. Ja. Daar hebben we er nog één. Daarachter staat er nog één. En dan hebben we... En ze hebben grote oren. Dus het zijn Afrikaanse olifanten. Ja, geen Aziatische. Daar staat er ook nog eentje. Ja? Die zijn dus allemaal mevrouwen. Geen idee. Ik heb het bordje niet gezien. Dat staat denk ik daar ergens. Ja. Wauw. Mooi hoor. Zeehondjes. Kijk, daar heb je er een. Maar ik gok dat dit in de volgende weekendvlog nog veel meer aan de orde gaat komen. Dat was alvast een sneak peek hint van wat we volgende week wat ik ga doen. Kijk, dit is Pokémon. Of Pokémon. Wizard Unite in het echt, hè? Harry Potter Go noemen wij het thuis. Ja. We hebben Hedwig te pakken, jongens. Oh, ze is wakker. Kijk nou. Oh ja. Hey, oh, Hedwig. Hallo. Zo mooi. Ja, ik wil hem net filmen. Dan draait hij zijn rug naar me toe. Maar volgens mij kan je hem door de reflectie totaal niet zien. Nee, maar het is een gorilla. Ik heb hem al gegeven met filmen. We weten het zeker. Ja. Maar kijk, je ziet wel Suus. Zwaai even in het raam. Hi. Deze wil ik wel in mijn woonkamer gewoon. Omdat ze zo leuk zijn. Ze hebben een mooi kleurtje. En daar ook. Dat zijn ibissen. Ja, rode ibissen. Maar dat is rood, dat valt wel op, zeg maar. Ja, ik wou zeggen. Nou, ze zijn meer een beetje peachy dan rood. En we hebben net ook al flamingo's gezien. Maar dat waren de Europese. Maar we vinden beide deze mooier. Want die anderen waren een beetje blekerig. Maar ze weten wel leven te maken. Ja, ze hebben ruzie, want ze lopen door elkaars territorium. Geen idee.
ze zijn het er niet. Ze zijn het er niet mee eens in ieder geval. Oh, dan breng ik paniek uit. Ik kan het niet heel goed laten zien, want ik zit te laag. Maar kijk nou, allemaal doodzelfde aapjes. Schattig. En een paar hebben er ook kleintjes. Heel schattig. En je ziet een beetje reflectie, maar dat is niet anders. Ja, hallo. Wat kom jij even kijken? Zo gezellig. Niet zo gezellig. Ik ga er even voor zitten, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Oeh, en weg. Doei. 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 Hallo. Kom je nog weer even kijken? Doei. Die is incognito. Oh, wat grappig. Ja, hij verstopt er. Hij blijft er ook echt zo staan. Ja, weet je, het is leuk. Oh, hij is echt mooi. Oh, hier is een babytje. Hij heeft zich verstoppen, ja. Want babytje moet slapen, denk ik. Ja, duidelijk. Ja, wel rusten. Het is goed geweest. Het is bedtijd. Dag! Toch maar weer wakker. Babytje is er ook bij. Even samen eten. Ja, nee, je zit wel heel dichtbij. Ja, hè? Hallo. En er zit een barst in het raam. Ik weet niet of we ons daar zorgen over moeten maken. Nee, want het is zolang je zo ligt. Dan moet je kijken. Maar dit is mijn hand. Dan naast die van hem. Moet je kijken, dit is zijn ping. Dit is mijn ping. Dat is nogal een verschilletje. Zo, het zit erop. We zijn aan het eind gekomen van het park. Ja, even mijn zonnebril. Ja, dat kan ik niet doen, want dat zie ik helemaal niet. Ja, ik zie nu ook niks meer, dus maar ik hoop erop dat het goed komt. Ja, het komt goed. We worden hartelijk uitgelachen. Ik ben zo moe. Ja, dat mag. Ja. Dat mag. Nou, ik ben ook best moe inderdaad. We hebben echt wel veel gelopen, maar het was wel echt wel gaaf. En ja, het park. Was heel mooi. Zeker. Het enige wat ik er wel tegen vond vallen is dat het heel erg heuvelachtig is. Dat had ik echt niet verwacht. Het is niet. Dus jij... Het is geen vlak park. Nee, dus dat je moe bent, dat snap ik heel precies. Goed. Ik heb stuk armen. Maar goed, het was heel leuk. Ja, het was super leuk. En nu op Nuis. Ja. Voor ons allebei anderhalf uur rijden. Ja. En dan gaan we ons weer afspreken. Ja, zeker over twee weken. Ja, ik wou zeggen over 2 weken. Komt wel weer goed hoor. Ja, dat zondag inmiddels. Ik heb gisteren niet meer gevlogd toen ik terugkwam. Want het was... Ik was moe en ik heb verder ook niet zo heel veel meer gedaan. Ik heb lekker bij mijn ouders gegeten en daarna lekker gewoon thuis gechilled. Maar wat was dat gezellig zeg. Ik heb echt een hele leuke dag gehad met Suzanne weer. Leuk dierenpark ook. Qua toegankelijkheid af en toe best nog een challenge. Want op zich, dat mag ik niet zeggen, want toegankelijk zijn ze. Want je hebt geen trappenhobbels of geen trappen en dingen waar je je stoel voor uit moet of zo. Je kan overal met de rolstoel komen. Maar je hebt er wel een hoop spierballen voor nodig. Of hulp van een ander. Want sommige heuveltjes kon ik echt niet zelf op. Dus daar heeft zus me even geholpen. Maar was super leuk. En toen we weggingen... moet je natuurlijk door de winkel naar buiten. Dus ik heb nog wat voor mijn collectie erbij gekocht. Ik heb deze gekocht. Die vond ik super leuk. En natuurlijk een Hedwig. Deze heeft Suus ook gekocht. Dat kon ook niet anders. Dus nou, het was een geweldige dag in ieder geval. En vandaag is het zondag. Het is nu 10:30. Wellicht ga ik nog even met mijn ouders fietsen. Ze wisten het nog niet zeker, dus ik hoor het wel. Ik weet ook niet of het weer is om te fietsen. Of het droog blijft. Nee, ik hoor het zo wel van ze. En vanavond de finale van de dames. Dus die gaan we bij mijn ouders kijken. Daar heb ik ook heel veel zin in. Dus dat wordt weer een gezellig dagje vandaag. Thank you.
restaurant geworden. Net hebben jullie het al gezien. Met dank aan papa. Hallo. Hallo. De haring is al op. Ik wou zeggen, we hebben haring gegeten bij... En nou wil ik het even laten zien, maar nou weet ik niet of ik het filmen. Oh ja. De Hoekse vishandel. Wat ons betreft de lekkerste haring tot nu toe, toch? Oh, ook lekker. Met zo'n camera erop. Ja. Ik verwacht, hij komt zo terug. Oh, grappig. Oh, dan staan we er misschien op. Ja, komt hij. Kan ik het zien? Door de snelle street view, hij rijdt zich het later. Ik kan het niet zien. Dat is zo'n wagentje. Oh ja, ja, ja. Nou ja, letterlijk op Google Street View. Wat grappig. Nou, en straks gaan we weer terug fietsen. Komt hij nog terug? Kijk, dit heb ik wel eens in de vlog van Bonnie ook gezien. Die strandstoelen die daar staan. En papa loopt er even heen om erin te gaan zitten. Wel even met die bal spelen, hè? Dat is toch leuk? Hartstikke leuk. Even de achteruit, even zonnen. Kom. Oh. Grappig. Zit die bal vast? Zit die bal vast? Uiteraard. Denk het wel, ja. Lachen. Doei. Veel plezier, we komen je straks weer ophalen, ja? Ik denk dat daar natuurlijk filmen, Bianca, naar die schattige... Oh ja, die bloemetjes. Wacht, dan moet ik even terug uitzoomen, want anders dan... Klaproosjes. Ja, daar. Klaproosjes. En gele bloemetjes en blauwe bloemetjes. En nou komt hij. En nou komt hij weer terug. Zo. Het is alweer avond. We hebben gefietst. Dat hebben jullie gezien. We zijn lekker naar Hoek van Holland geweest. En toen ik thuis kwam, heb ik gewoon hier nog even lekker gechilled. En ben ik naar mijn ouders toe gegaan, want we hebben de finale van de dames gekeken. En ik ben gewoon compleet vergeten te vloggen. Ik had mijn videocamera, of mijn video, ik had mijn camera gewoon bij me. Ik heb nog een foto gemaakt voor op social media. Maar het was zo spannend dat ik ben gewoon echt, de wedstrijd was klaar en toen dacht ik, oh ja, dat was waar. Maar ja, toen was iedereen teleurgesteld en toen was het ook niet meer leuk om te vloggen. Want ze hebben helaas verloren. Wat echt heel erg jammer is. Maar ja, ze hebben het gewoon wel heel erg goed gedaan. En de keepster is de keepster van het toernooi geworden. Dus dat was ook heel tof. Want zij was echt heel goed. Dus dat was gezellig. En nu ben ik thuis en wil ik jullie even nog twee dingetjes laten zien. Want vrijdag denk ik. Gisteren. Weet ik niet meer. Ik was bij mijn ouders. Ik ben daar zo vaak natuurlijk. En die hadden de kelder opgeruimd. En toen kwamen ze dit tegen. Die kijken. Heb ik blijkbaar voor Vaderdag een keertje gemaakt. Toen ik zo oud was. Schattig, hè? Vond ik zo leuk. En ik had gisteravond heb ik een oproepje geplaatst op Instagram. En Facebook ook. Dat ik iemand zocht die voor mij een logo zou willen ontwerpen. En als jullie me volgen op social media, heb je hem al lang en breed kunnen zien. Maar Sarah van De Groentjes, van het YouTube-kanaal De Groentjes, die stuurde mij een berichtje van, joh, ik wil je wel helpen. Lijkt me hartstikke leuk, wat heb je in je hoofd? Dus ik heb een beetje dat, een beetje met haar heen en weer zitten berichten. En nu heeft ze een logo voor me gemaakt. En ik ben er echt ongelooflijk trots op en blij mee. Heeft ze echt zo tof gedaan. Ik wilde namelijk iets met een wiel. Want vlogger op wielen. Maar iets wat niet te dik erbovenop lag. En ik denk dat het wel is gelukt. Het is een wiel, maar toch ook weer niet. Het is, hoi, ik ben Bianca. Het is roze met groen. Geïnspireerd op de wielen van Meerte, de dochter van Sarah. Zij zit ook in een rolstoel en zij heeft hele toffe kleuren. Haar rolstoel heeft hele toffe kleuren. En ja, dat is een beetje de inspiratiebron geweest om dit logo te maken. Dus echt heel erg blij mee. Meerte, dankjewel voor je inspiratie.
En Sarah, ontzettend bedankt voor het maken. Ik heb je al 1000 keer bedankt, maar nogmaals, want ik ben er echt heel erg blij mee. Dus dat wilde ik jullie nog even laten zien. En verder ga ik zo lekker slapen. En gaan we morgen weer aan een nieuwe werkweek beginnen. Ik heb een ontzettend leuk weekend gehad. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze weekendvlog. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik je weer zondag. Want dit zien jullie op woensdag. Zondag in de nieuwe weekvlog. Doei doei!